Afgelopen woensdagavond stierf een vrouw van 60 in Amsterdam. De vrouw, ze was van Turkse afkomst, stond woensdag iets na 22:00 op het balkon van haar appartement aan de Pieter van der Werfstraat in Amsterdam-Geuzeveld is dat, toen ze meerdere keren werd beschoten. Ondanks reanimatiepogingen in haar huis stierf de vrouw daar even later. Op dit moment lijkt het dat deze 60-jarige vrouw bewust doelwit van die aanslag was. Nou is de politie bezig met allerlei aanknopingspunten en we komen op korte termijn sowieso uitgebreid op deze zaak terug. Maar vanavond alvast drie belangrijke vragen voor u. De daders zijn woensdagavond gevlucht met een gestolen BMW. En die is brandend achtergelaten op de Ben Hopen in Amsterdam-Osdorp. Wie heeft daar iets van gezien? Of zelfs foto's of filmpjes van gemaakt? Vraag 2. Wie heeft er iets gezien rond deze Pieter van der Werfstraat? U ziet hier het balkon waarop is geschoten. Wie heeft daar iets gezien wat met de aanslag te maken kan hebben? Of heeft daar bijvoorbeeld beeldmateriaal van gemaakt? En vraag 3, wie heeft een vermoeden wat hierachter zit? Neem snel contact op, alstublieft. De rechercheurs wachten hier op uw tips. U kunt ze gratis bereiken op 0800 60 70.